No mud, no glory. En dat geldt zeker voor Marianne Vos. In Hogerheide werd ze alweer wereldkampioen veldrijden. Voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden. Begreep je het? Voor de zesde keer achter elkaar. De achttiende was het de eerste keer. Het lijkt gewoon te zijn en het is heel bijzonder. Ongekende klasse. Fantastisch dat je het weer gedaan hebt voor zoveel mensen in eigen land. Hartstikke goed. Dikke felicitatie. Champagne voor ons allemaal. We gaan kijken of het gaat lukken. Zullen we het samen doen? Op het WK. Marianne, champagne, dat heb je wel verdiend, hè? Ja, inderdaad. Ik ga nou toch een voorzichtig glaasje naar binnen, denk ik, ja. Ik heb nog niet echt iets gegeten na de wedstrijd, dus het zal hard aankomen als ik niet uitkijk. Ja. Hoe was het om hier in eigen land die zevende wereldtitel binnen te halen? Ja, echt geweldig. Dus, natuurlijk, ik wist van tevoren dat gaat veel publiek zijn. Maar dan ben je toch nog eigenlijk overrompeld door de menigte die dan voor je staat te joelen. En onderweg, ja, het is wel geconcentreerd blijven je eigen race rijden. Maar als je solo naar de finish kunt rijden in eigen land, dan is echt genieten. Krijg je er wel wat van mee onderweg van al die mensen? Hoor je bijvoorbeeld specifieke dingen of hoor je alleen maar een zee van mensen? Nee, ik hoor niet echt specifieke dingen, nee. Ik heb nog wel een aantal keer wat tijdverschillen gehoord. Wel van mensen van de equipe. En voor de rest is het inderdaad meer een zee van geluid. Maar ja, dat is juist genieten. En vooral de laatste ronde kon ik daar iets meer van genieten. Omdat je dan... toen had ik een geruststellende voorsprong. Ja, alsnog moet je natuurlijk wel eerst nog de finish als eerste zien te halen. Nou, dat is gelukt. Ja. Proost. Dankjewel. Proost.